daarmee hopen we de brug voor de komende 50 jaar weer hersteld te hebben. Op dit moment zijn we bezig met de hijswerkzaamheden voor de hefbrug Oterleek. De hefbrug Oterleek heeft een flinke opknapbeurt nodig. De brug komt uit 1952. En daarom zijn we nu bezig met het uithijsen van een aantal onderdelen van de brug. Om vervolgens de brug te gaan herstellen en te vernieuwen. We gaan bijvoorbeeld het dek vervangen. We gaan de leuningen een stukje verhogen. Er wordt een installatie geplaatst, zodat die op afstand bediend kan worden. Er worden camera's geplaatst, zodat ook de brugbedienaren op afstand een goede blik op de brug hebben. Vandaag zijn we bezig met de voorbereidingen voor het uithijsen van het brugdek. Zo verwijderen we onder andere de contragewichten. Er is een lichtmast verplaatst, lantaarnpaal. En de nodige kabels zijn losgehaald. Omdat de hefbrug Oterleek voor ongeveer 6 maanden uit is, is er geen verbinding tussen Oterleek en Stompetoren. Daarom hebben we een tijdelijke pontonbrug aangebracht. Pontonbrug is bedoeld voor voetgangers. Daarmee kunnen zij de ringvaart van Herengewaard oversteken. Op dit moment hebben we het kruispunt afgesloten voor al het verkeer, zodat we veilig de hijswerkzaamheden hierachter uit kunnen voeren. Dit zal nog een keer gebeuren op het moment dat het brugdek weer teruggehesen wordt. Voor de rest van de periode blijft het kruispunt open, maar is de brug wel afgesloten. En de brug zal eigenlijk eind april 2024 weer opengesteld worden voor verkeer.